Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Nou, ik heb eindelijk vannacht een keertje goed geslapen. Ik ben gestopt met de pillen. En over een week moet ik andere pillen, soort plaspillen. Maar daar ga ik niet van hoesten. Dus hoop niet dat ik er heel veel van moet plassen. Maar goed. Het schijnt wel te helpen met vocht in je voeten en zo. Daar heb ik wel eens last van in de zomer tenminste. Als het heel erg warm is. Dus afwachten wat die pillen gaan doen. Ik zei ja, zoveel procent is de kans dat ik een hartaanval krijg. Ik hoorde 10%. Ja, zei ze, maar dat is het niet. Het is dat je bijvoorbeeld eventueel een hersenbloeding kan krijgen. Ik zei oké. Okay, ik zei, want ja, deze wil ik in ieder geval niet. Die andere, ja, had ik al eerst 3 maanden gehoest en dan begon ik ook steeds meer te hoesten. Maar ook mijn gestel, dus ik werd behoorlijk depri ook ervan. Ik dacht, nou, dit gaat niet de goede kant op. En zodra ik gestopt was, voelde ik me al een stuk beter. Dus, en nou ook goed, heel goed slapen, dus dat is al een wonder. Dus ja, en dan moet ik toch die andere proberen over een weekje en dan... Ja, weer bloeddruk meten en weer naar de bloed laten testen. Dus, en volgende week longfunctietest. Dus, ja, genoeg mee te doen. Maar ja, ik hou niet van zulke dingen. Ik ga alleen liever andere dingen doen. Ik heb trouwens wel morgenavond een feest. In de Bommelerwaard. Op een hele mooie boerderij. En, ja, verjaardagsfeest. Met de familie van mijn man. En die hebben heel veel kinderen. Ja, het wordt gezellig. Het is een super mooie plek waar ze zitten, oude pastorie. Met een hele mooie tuin, met een boomgaard. Het is echt een sprookjeshuis, vind ik het. Een heel klein dorpje, nog ineens, maar ja, nog ineens een winkel. Maar wel, die plek is zo mooi. Ik heb ze zo mooi verbouwd, die pastorie. Ze wonen met 2 zusjes daar. En echt heel veel bomen, heel veel planten. Heel veel grote groentetuin, echte bessenstruiken, nou ja, peren, appels, pruimen. Ja, het is wel heel veel werk, dat wel. Maar die meiden zijn zo lief dat ze voor hun moeder en vader een huisje daar willen bouwen in hun tuin. Dus ja, het is een heel mooi gezin, heel mooi gezin. Dus ja, daar gaan we dus morgen heen. En dus morgen ben ik er niet. Ik doe nou een 2-kaart reading, want mijn stem is niet zo geweldig. Ik probeer ze een beetje te sparen. Vandaar. Ik ga met de vingerhoedjes werken. Ik heb ze een tijd gespaard, maar ik ga ze toch wegdoen. Tenminste, de mindere mooie. Dus laten we kijken. Deze is de weerschijnvlinder. Die kan je kiezen. En dit is het koelwitje. Die is eigenlijk meer geel dan wit. Maar dan zie je hem natuurlijk niet, het plaatje. Dit is de haan van Portugal. Heel wat anders. Misschien heb je iets met Portugal. En dit is Austria. Dat is ja, een mooie blauwe. En dat is Oostenrijk volgens mij. Hè? Ik weet niet hoe dat bloempje heet die erop staat, maar dat groeit daar wel. En hier hebben we ook een vlinder, maar er staat voor de rest niks bij. Maar het is een vliegende vlinder. En hier hebben we de Atlanta. Die komt veel voor in Nederland. Dit zijn de keuzes die je kan maken. In ieder geval, nou, tot zometeen. En vergeet niet te liken, te abonneren en misschien te delen. Tot de volgende keer. Doeg! Het eerste groep met de weerschijnvlinder. Beetje blauw met bruin. Kijk wat jullie kaarten zijn. Aas van emotie. Deze cherubijn kondigt aan dat er een prachtige nieuwe emotionele ervaring in je leven zou komen. Misschien ontmoet je iemand die je hart sneller doet kloppen. Of je huidige relatie ondervindt een opleving. Het is ook mogelijk dat je door je open hart je intuïtieve vermogens veel sterker worden.
En dan ga ik die andere erbij lezen. Een positieve verandering. Dat is het wiel. En ook een 10 is een eigenlijk voltooiing, hè? Of het is de wereld. Het kan ook de wereld zijn. Je engelen hebben je gebeden gehoord en hebben zich verenigd om een wezenlijke en vreugdevolle verandering in je leven te creëren. Er komt beweging in de situatie. Er is nu grote vooruitgang mogelijk. Misschien moet je snel beslissingen nemen, omdat alles plotseling in een stroomversnelling raakt. Wees zelfverzekerd en vertrouw op de leiding die je ontvangt. Hele mooie kaarten voor de eerste groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende groep met het koolwitje. Welkom. Jullie hebben boodschappen van emotie. Dit meisje krijgt een brief met een duif. Dit is het begin van een nieuwe emotionele ervaring die uit kan groeien tot iets diepers. Je kunt een boodschap ontvangen die van gevoelens spreekt waarvan je niet bewust was. Een uitnodiging voor een sociale gebeurtenis kan binnenkort zijn weg naar je vinden. Er is sprake van iemand die heel zacht en liefdevol is, maar met alleen maar vriendelijke bedoelingen. Jij zou het kunnen zijn, zeker als je artistiek verlegen en gevoelig bent. En de volgende is, sluit je naaste in je armen. Ga ik even lezen. Dit is een periode van grote spirituele groei voor je. Daarom is het nog belangrijker je te omringen met mensen die van je houden en die je opvattingen delen. Wees bereid hulp van anderen te accepteren. Misschien vind je geborgenheid in traditionele oplossingen of misschien verlang je diep in je hart naar om nieuwe dingen uit te proberen. Ja, misschien gaat daar die boodschappen over. Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, doeg! Goed, de derde groep met de haan. Welkom. Jullie hebben helpen van actie. Je bent gezegend met alle mooie dingen die je mag doen. Het zou fijn zijn als je een moment kon nemen om eerst een plan te bedenken, maar waarschijnlijk mis je daarvoor de tijd. Dus ga aan de slag, volg je gevoel en geniet ervan. Jij of iemand die je ontmoet is heel zelfverzekerd, bekwaam en enthousiast en doet alles met een glimlach. En de volgende is 2 van overvloed. Je loopt over een balkje heen. Je leven kan op dit moment een beetje uit balans zijn. Of vandaar als je over een balkje heen loopt. Misschien heb je meerdere banen of probeer of te stappen naar een baan van je dromen. Het is belangrijk de dingen niet te zwaar op te nemen en contact te houden met je innerlijk kind. Maak je werk zo leuk en luchtig als je kunt. Multitasken met een positieve houding brengt je succes. Dus je zit eigenlijk een beetje, ja, bent een beetje uit balans. Goed, gaan we naar de volgende. Dankjewel voor het kijken en like. Oké, de volgende groep met de bloemetjes. Jullie hebben 9 van gedachten. Je bent een beetje somber misschien, slapeloze nachten misschien. Wees niet zo streng voor jezelf en richt je op het positieve. Dus richt je aandacht op het positieve. Het is niet nodig je zorg te maken. Voorbereid zijn op het ergste helpt niet. Weet dat de hemel een oplossing zal bieden. Als je last hebt van slapeloze nachten of ergens zenuwachtig over bent, geef het probleem dan over aan de engelen. Ja, dat scheelt heel enorm. En 7 van overvloed. Er staat ook, wees geduldig, soms groeien dromen langzaam. Maak je geen zorgen, je harde werken zal voor een overvloedige oost zorgen. Dit is een goed moment om je voor te bereiden, want binnenkort zullen zaken heel snel gaan. Gebruik deze tijd om uit te rusten en plannen te maken. Ja, waarschijnlijk ben je moe, een beetje slapeloze nachten. Dus probeer toch uit te rusten, dus door te slapen misschien als het lukt.
Goed, het was deze kaart. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Like mij, doei. Oké, deze mooie vlinder die vliegt. Nou, 9 van actie. Mevrouw met de lammetjes. Geef ze eten ook. Je hebt hard gewerkt om de zaken in je leven te creëren die je koestert. Zoals geliefde relaties, geweldige prestaties, een huis en haard. Je kunt gerust zijn dat al deze schatten en jezelf voortdurend door je engelen worden beschermd. Daar staat tegenover dat moeder aarde, de dieren en het milieu jouw bescherming nodig hebben. Oh, vandaar met de dieren. Ja, misschien ben je wel een milieubeschermer. Of hou je erg van dieren. En dit is Aas van Overvloed. Deze cherubijn brengt geweldig nieuws. Een buitenkans. Allerlei hulpmiddelen komen naar je toe om je te helpen met je plannen. Deze hulpmiddelen kunnen geld inhouden. Of advies of hulp om dingen gedaan te krijgen. Dit is een heel goed moment om een nieuw avontuur te starten, van baan te veranderen of voor jezelf te beginnen. Het is mogelijk dat je belangrijke contracten moet tekenen. Dus ja, je hebt hard gewerkt. In ieder geval, en nou mag je misschien een belangrijk contract tekenen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! De volgende is de Atlanta. Welkom mensen. Beschermen van actie. Dan staat op. Dit is jouw moment om naar voren te stappen en een leider te zijn. Er wordt gevraagd om je natuurlijke leiderschapskwaliteiten. Dit is jouw moment in de schijnwerpers. Dus ga in het licht staan en straal zodat iedereen je kan zien. Deze kaart staat ook voor iemand met charisma die inspirerend is, houdt van een uitdaging en ervan geniet in het middelpunt van de belangstelling te staan. En dan hebben we de volgende kaart, 3 van actie. Jongetje met een bootje. Alles werkt mee, nu je schip binnen is. Het is tijd om te beslissen wat je volgende grote project zal zijn. Je kunt ervoor kiezen verder te bouwen op je huidige succes of verder te gaan met totaal iets anders. Wees indien mogelijk bereid om te reizen. Goed, dat was de boodschap van de vlinder. Dankjewel voor het kijken en like mij en word abonnee. Doeg!